Misschien zit je dus en daar begonnen met de radio en heb je geluisterd naar Giel Beelen als een radioprogramma. Want dan wordt vandaag het minst slechtste EK-nummer gekozen van 2012. En wij worden een van die finalisten. Dat wordt Ton en Shelly. Leuk dat je er zit. Ja, vanmorgen vroeg in alle vreugde richting Hilversum. Wie laat ging dan de wekker? Ja, bij mij om 3 uur. Ik ben om 3 uur opgestaan en mij rustig aan kloor gemaakt, niet te zeer jagen. En om 4 uur kwam pap naar mij toe. Dan ziet je er allebei ontzettend goed uit. Maar dat heet natuurlijk ook wel een rie, hè? Want Gerard, een feestje vanochtend. Ik een feestje? Je zit toch tweede geworden, hè? Ja, zeker. Maar ja, goed. Dat is natuurlijk heel mooi, maar... Had je dat ooit verwacht? Nee, sowieso niet. We waren 821 inzendingen. En eigenlijk niet verwacht dat we... Want er was een aanspraak, de eerste 3 die zou bericht krijgen. Dus er is heel veel gestemd geworden door de luisteraars en door de mensen die de site bezochten. Nou, is toch geweldig? Ja, dat is ook geweldig. En waarom heb je eigenlijk meegedaan aan deze wedstrijd? Ja, waarom heb ik meegedaan? Iemand zei dat er moest eens bij Giel Beelen op de site kijken. Daar kan ze dus de oranje knallers naartoe sturen eigenlijk. Want daar kan ze dadelijk dan iets meer winnen misschien. Ja. Nou, daar heb ik op de site gekeken en toen heb ik dat opgestuurd. En ja, we zien dus ook met de CD zelf gaan promoten. Dus we zien het op het park geweest door in Hilversum. Het Mediapark. Ja. En daar hebben we dus een dagje rondgewandeld in dit pakje. En daar hebben we dus alles rondgestrooid. Je zit er helemaal sfeervol uit, helemaal in oranje stijl. Maar het ging niet alleen maar om het liedje vanmorgen, hè? Het ging maar zo een aantal opdrachten doen. Wie ging dat dan, Shelly? Ja, we waren dus als tweede geëindigd. En er werd dus gisteren werd gebeld. Dus dat we vanmorgen om 5:15 in Hilversum ons moesten melden. En natuurlijk is dat kei leuk. Maar kregen we een mail. En er stond in dat we 2 opdrachten nog moesten doen. En uiteindelijk naar aanleiding van die opdrachten zou er een winnaar uitkomen. Nou, en toen hebben we ons vanmorgen om 5:15 waren we dus ook in Hilversum. Er waren al die groep die eerste waren geworden, die zo al. Toen kwamen wij. En dan iets later kwam nog het groepje van de derde plaats. Nou, en toen mochten we op een gegeven moment naar binnen komen. En toen werd gezegd dus dat we 3 opdrachten kregen. En de eerste opdracht was dus weer van ons allemaal. Want dat moet je eigenlijk zo zien. Door zit Giel Beelen en door hem heen zoeten we eigenlijk allemaal. Er werd gezegd dat degene die als eerste onderwerp boete, die kost er 1 punt mee verdienen. De tweede punt was kost verdienen was... Dus dat iedereen kreeg een bal mee. En de bal moest door een vierkant raam, en ja, best wel hoog, moest ze naar binnen proberen te schieten. Die dat als eerste lukte, die kreeg ook weer een punt. En de derde opdracht was, werd in voor 7:30 het meeste oranje spullen mij naar binnen kon brengen. Dus dan zien we dus met z'n allen aan de gang gegaan. We het eerste dan boete waren. Pap was zo enthousiast dat de koptelefoon nog op en dan eigenlijk al weg wou. Maar ja. Dat maakt het alleen maar leuk. Hè? Ja, volgens mij niet. Ja. En wie heeft dat belke dan getrapt? Dicht is Frans. Nee, pap. Ik zei, dat laat ik aan pap even. Ik had het drugs gaan. Ik denk, dat ga ik niet wogen. Want best dicht als Frans in de eigen voetbalfan? Ja, daar ben ik zeker. Ik heb 2 jongens. En die, één is keeper en één is voetballer. Nou, en we zitten eigenlijk 4 keer in de week zitten we bij de trainingen. We gaan zondags mee naar de wedstrijden. Als er toernooitjes zien, gewoon met mij. Dus en we hebben de zender waar dan het voetbal uitgezonden wordt. Zitten we ook wekelijks zitten we gezellig samen de voetbalwedstrijden te kijken. Sorter, ik zit hier op de bank. Gaat het ze lukken, Nederland? Gewoon ze winnen? Ik hoop het. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Nou, dat houden we ook zo. Gerard, niet alleen dit te vieren, hè? Uw tweede plaats. Nee, want jij zit ook al 20 jaar samen in het vak. Wie is dat dan begonnen ooit, Ton? Hoe is het ooit begonnen? Ja, ik heb dus diverse orkestjes gehad en zo wat allemaal meer. En op een gegeven moment liep er een beetje spaak. En toen had ik er ook niet meer zoveel zin in. En ik denk, ja, ik moet iets anders zien te versieren. En ik wist dat Shelly dus een leuke stem had. En ze kost een beetje pingelen en zo wat. Ik zei, nou, als we eens samen wat gingen doen. Ja, maar ik durf dat niet en dit en dat allemaal meer. Ik zei, kom, stel het niet aan, dat ga je allemaal goed. Dat is een leuk stemmetje. En zo zijn wij begonnen. En dat is uitgegroeid tot...
Ja, echt een broerloofsorkestje toen. En dat waren 3-4 keer in de week waren we toen weg. Ja. En Shelley, ja, ik ben dan de dochter. Ja. Dacht ze niet van 20 jaar geleden, wat moet ik met papa op de bühne? Nou, ik zal eerlijk zeggen, toen papa me vroeg, had ik echt zo'n nee. Ja, toen was ik dus 20 jaar jonger. Hè? Dan zit ze ook een beetje nog in die jeugdjoren. Maar op een gegeven moment had ik zoiets, ja, nou, van de ene kant, waarom ook niet? En we hebben eigenlijk die 20 jaar dat we eigenlijk samen zien, ja, dat ging dat perfect. We hebben altijd gezellig onderweg. Ja, we rijden best wel veel kilometers samen. Nou, we hebben altijd wel wat te vertellen. En we zitten ook qua muziek eigenlijk toch ook wel op één lijn. En ja, we zien echt wel samen feesten vieren. Dus ook op ja, de nou bühne. Mooi ja, toch. Grachtmakers. En je hebt het 20-jarig jubileum heb je ontzettend mooi gevierd, hè? Ja, afgelopen zondag. Nou, dat is alleen maar leuk om erop terug te kijken. En ja, om er ook weer op door te gaan. Ton, komen er nog minstens 20 jaar bij? Nou, ik blijf deur gewoon, al moet ik met de rolstoel de trap op, dan gewoon ik nog mee. Dat zijn de wijze woorden. Ja. En jij gaat nu ook oranje knallersnummer natuurlijk voor ons brengen, hè? Ja, dat doen we wel. Dat, doen, ja. Dat ja. willen we niet missen. Mogen ik vragen om richting ja, de stip te gaan? Zeker, dankjewel. Zeker. Ja, Ton en Shelley, wat zijn het toch echt de diehard. Vanmorgen om 3 uur ging bij hun de wekker. Zijn ze richting Hilversum gegaan naar Giel Beelen. En daar wisten ze dan de tweede plaats te bemachtigen van de wedstrijd. Het minst slechtste liedje van het EK 2012. En hier zien ze dan terug Ton en Shelley met Oranje Knallers. Okay. En die handjes kunnen zo blijven doorgaan. Oranje Knallers, Oranje Knallers. Onze trots, onze voetballers. Ze scoren met het hoofd, het voet of met de kont. Want de bal is rond. Oranje knallers, oranje knallers. Onze trots, onze voetballers. En die zingt het hele legioen. De oranje knallers worden kampioen. Oranje, dat gaat nu weer voor de cup. Wij bewonderen onze helden. We schreeuwen en we roepen, hup, hup, hup. Oranje bovenaan. Als een oranje knaller weer een doelpunt scoort. Je weet niet wat je hoort. Oranje knallers, oranje knallers. Onze trots. Scoren met het hoofd, het voet of met het kont. Want de bal is rond. Oranje knallers, oranje knallers. Onze trots, onze voetballers. En nu zingt het hele legioen. De oranje knallers worden kampioen. Thank you.